expliciet met filmen en opnames maken. Ook hartelijk welkom. Het is niet de bedoeling dat ik hier een lang verhaal ga houden. Dat is niet de bedoeling, want ik weet dat jullie allemaal stond te popelen om te gaan gokken. Ik ben erg benieuwd wie dat er straks als meest goklustige Amerikaan tevoorschiet kunt. Voordat we dadelijk gaan beginnen, wordt er dadelijk een uitleg. Ja.
monsieur Kastemans van harte welkom in onze parochie van Sint-Joseph. Wij vinden het fijn dat u hier bij ons wilt zijn, nu wij het eeffeest van de parochie Amerika vieren. Door uw bezoek aan onze parochie ervaren we dat we als gemeenschap horen bij het grotere verband van het bisdom en daardoor weer bij de wereldkerk. Dank dat u op deze manier duister wilt bijzetten aan onze viering. U wilt met ons de Eucharistie vieren als dankzegging aan God. De Eucharistie is het hart van de parochie. Vanuit de Eucharistie groeien we in eenheid met Christus en daardoor met elkaar. Daarom, welkom in ons midden. Welkom ook aan de parochianen van Amerika. U viert feest en dat maakt u door uw aanwezigheid hier kenbaar. Welkom ook aan allen die met ons deze Eucharistie willen vieren. Wij hopen dat u allen zich met God en met elkaar verbonden moeten geven. Welkom ook aan allen die via de lokale omroep Rosa met ons meeluisteren en meebidden. Ook hen wensen we veel devotie. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Vrede zij u. Meneer Pastoor, ik dank u zeer hartelijk voor uw vriendelijke welkomstwoorden. Wie zou niet graag naar Amerika gaan? Met een blij hart ben ik naar u toegekomen om met u en met de parochianen en met allen die met ons verbonden zijn, het eeffeest te vieren. 100 jaar Amerika, de moeite waard om erbij stil te staan, om, zoals u terecht gezegd hebt, God te bedanken, maar ook om ons vertrouwen uit te spreken dat die lieve God, die in het verleden ons zo nabij was, ook in de toekomst met ons mee op weg blijft gaan. Geliefde broeders en zusters, aan het begin van deze viering willen wij tegenover God en tegenover elkaar uitspreken dat wij zondige mensen zijn. Dat wij dikwijls niet beantwoorden aan Gods verwachtingen. Wij hebben er spijt over. Wij vragen God en elkaar ons dat te zullen vergeven, opdat wij met een gezuiverd hart samen dit heilig misoffer kunnen en mogen opdragen. En belijden wij daartoe nu gezamenlijk onze schuld. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maar, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen. Dit is genomen uit het boek Wijsheid. Laten we hem veroordelen tot een schandelijke dood. De ongelovigen zeggen: wij willen de vrome bewaren, want hij is onze ergernis en is een aanklacht tegen onze wouwheid. Hij beschuldigt ons dat wij de wet niet onderhouden en verwijt ons onze vruchteloosheid.
Laat ons eens zien of zijn woorden wel waar zijn. En nemen we als proef op de som wat er gebeurt bij zijn dood. Want als de rechtvaardige een zoon van God is, zal God hem te hulp komen en hem bevrijden uit de greep van zijn vijand. Onderwerpen we hem aan een smalere proef om met voltreden te achterhalen hoe zachtmoedig hij is en om ons te overtuigen van zijn verdraagzaamheid. Laten we hem veroordelen tot een schandelijke dood. Naar eigen zeggen geniet hij immers bijzondere bescherming. Zo zijn met u. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd gingen Jezus en zijn leerlingen weg van de berg en trokken Galilea door. Maar hij wilde niet dat iemand het te weten kwam, want hij was bezig zijn leerlingen te onderrichten. Hij zei tegen hen: de mensenzoon wordt overgeleverd in de handen der mensen en ze zullen hem doden. Maar 3 dagen na zijn dood zal hij weer... In de zomer ben ik heel wat mensen tegengekomen met een rugzak omgebonden. Jonge mensen, stevige schoenen aan, een zware rugzak om. Echte trekkers die zo van de ene plaats trekken naar de andere. Heel belangrijk is wat er in die rugzak zit. Niet te veel mag erin, want dan heb je er wel last van. Maar ook niet te weinig meenemen, want dat biedt je heel wat ongemak. En de trekkers, belast en beladen met hun rugzak, nemen van tijd tot tijd een pauze. Even bijkomen, zeggen ze dan. Even op verhaal komen. En ze hebben wat schrammetjes en deuken opgelopen in die zware tocht. En dat wordt allemaal verzorgd tijdens die pauze. En ze nemen wat eten tot zich om wat aan te sterken voor de tijd die komen gaat. En dan maken ze de rugzak open om er eens goed alles te bekijken of er toch niet iets eruit kan en of er toch iets moet meegenomen worden voor de tocht die ze nog moeten gaan. Dat is een heel bekend en vertrouwd beeld van trekkers. En wij zijn ook trekkers, u en ik. Pelgrimstocht der mensen. Hoe vaak en hoe graag zingen wij dat niet. Pelgrimstocht der mensen. Trekkers, vol vertrouwen, werpt u last op hem. Wij zijn pelgrims, wij zijn trekkers door de woestijn van dit aardse leven op weg naar het beloofde hemelse vaderland. En ook wij zullen van tijd tot tijd een rustpauze moeten inlassen. En waar kun je dat beter doen dan in het huis van de reisleider, onze metgezel, de Heer Jezus zelf. Amen. We
bidden wij voor de vrede in de wereld, dat er een einde komt aan alle geweld, dat mensen verdraagzaam zijn voor elkaar en met elkaar bouwen aan een gelukkige wereld voor allen. Laat ons bidden. Bidden wij om vrede in onze parochie, dat wij met elkaar zorgen dat ieder in deze gemeenschap zich thuis voelt en aanvaard wordt. Laat ons bidden. Bidden wij om vrede in onze gezinnen, dat er een sfeer van liefde en goedheid heersen en dat allen er zich geborgen weten. Laat ons bidden. Bidden wij om de vrede in ons eigen hart, dat wij bereid zijn onze schuld te erkennen en de genade van vergeving willen aanvaarden. Laat ons bidden. Bidden wij om vrede voor onze zieken, dat zij in overgave hun lijden kunnen dragen en het zo vruchtbaar kunnen maken voor het rijk van God. Laat ons bidden. En bidden wij om de eeuwige rust en vrede voor hen die ontslapen zijn. Met name vragen wij dat voor alle overleden parochianen van Amerika, voor Jan van der Goede en voor Martin van Lipsig en Ellie van Rikstel, dat zij bij God thuis mogen zijn. Laat ons bidden. God de vrede, zij geen. Al onze verlangens en al onze gebieden leggen wij aan u voor en vertrouwen wij toe aan uw goedheid. Aanhoor onze gebieden en verhoor ze als het voor ons zalig is, opdat wij in uw dienst van vrede onze taak volbrengen. Dat vragen wij u op voorspraak van Moeder Maria, op voorspraak van de heilige Jozef, door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
Want toen was hier de zaal schoongemaakt weer, hè?
En toen moest er opnieuw de vloerbedekking ingelaagd weer. En toen moesten de tafels klaargemaakt weer. En vanmorgen om 5:30 ging die ploeg werkers ging naar huis toe. En toen kwam om 7:00 een nieuwe ploeg terug om de tafels klaar te maken. Ondertussen wordt de bekker van Amerika ontiekelijk hard aan het werken. Hij gisteren ook maar net zo lang hier moeten blijven. En die heeft gezorgd dat we ontzettend lekkere weg hier hebben. En zo zit het maar dat een klein dorp op zondag ontzettend goed kan zien. Vandaag, ja dat nog wel. Vandaag de laatste dag van de feestweek. We beginnen met de koffietafel zoals je inderdaad wat in de gaten hebt. Vandaag heb ik een beetje de leiding, want elke dag worden er andere mensen die wat de leiding hebben. Ik ga ze toch heel even noemen. Annie Hoeben, Mie Klaassen, Pieter van der Homberg en Jan Hermans. Zoals dat gebruikelijk is, voordat we beginnen met eten, even onze verheer bedanken voor de gaven die we vanavond gekregen hebben. En tevens vragen dat we in de toekomst ook voor ons blijven zorgen. Dat gebeurt dan als we samen met onze Vader bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in de koring, maar verlos ons van het kwade. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mag ik er nog wel zeggen? Man? Zaken, hoe is het gisteren gewoon bevallen? Prima. Het was toen beter te gaan als vandaag, moet ik zeggen. Dat zal wel inherent zien aan een goede optreden. Waar is het laat geworden of wil maar net? Voor de opruimers en de tapijtleggers was het echt laat geworden. Voor ons was het 2:00, dus het wel. En vanmiddag is hier naar ons bijtoren komen zitten. Is het goed bevallen? Is het lekker kunnen eten? Nee? Het was vroeg voor mij, want normaal zit ik er niet voor hier nog aan, maar ik heb de boek voor, dus dat is een goed teken. Je kookt eigen, zo dat er ook mee? Heb ik niet gezien. Ik heb gebakjes gehad en trumpjes weg en het broodje, dat was het. Goed zo, Jacques. Jacques, maar nou nog over eerst wel naar stuk te komen. Het was natuurlijk wel heel hoor, want de taart die hier staat, die zat bomvol. Ik heb hier zelfs weer zeggen dat er een wand goed gedrukt is geworden. Een wand? Ga ik hier zeggen, dat kleine wand wat half goed doet, hoe lang is. Nee, dat heb ik dat is goed eigenlijk dus. Nee, maar zeg, ik geloof dat er meer als 1000 man gisteren binnenkomen geweest. Het is een jonge fan. Ja. Dat is wel. Dus wat meer als 1000 man die er binnen geweest hebben gehoord zeggen, en ik, wat ik van over heb vermerkt, is ook iedereen heel tevreden geweest. Het is allemaal heel lekker verlopen, er zijn geen troubles geweest. Ik zou alleen maar kunnen zeggen, het is een heel geslaagd optreden geweest en een heel geslaagde toeswedstrijd. Ja, absoluut. Dus toespullen ze altijd toch weer anders als op een andere plaats. Je hoopt dan altijd dat je dat net een beetje extra hebt. En dat heb je gewoon. Daar zien we zelf heel tevreden mee. Goed, en dat was ook te merken ook, want de ganse tent was vol enthousiast. Sjaak, bedankt voor dit gesprek. Oké. Okay. Goedemiddag. Oh ja, voordat ik het te zeggen. Ik heb Sjaak namelijk gehoord. Net, we vroegen altijd iedereen wat voor muziek wil je huren, nooit gesprek en even vroegen Sjaak van nou zoekt hij zelf eens een nummer uit van de laatste cd en die gaan we nou draaien en dat was Kronenberg. Mark van Bailey Kande, want we kregen nog een hele bijzondere wedstrijd en daarvoor volg ik drie kinderen die de leeftijd hebben tussen de 5 en de 6 jaar. Dus niet ouder. 5 en 6 jaar. Die zitten eigenlijk als in groep 1 heet dat geworden. En 2. Hoor dat ze me gaan zitten.
Kom eens hier, Fleske. Ja, dat is gewoon makkelijk. Kom maar even zo. Nee, dat doet het niet, meneer. Dat maar even zien. Kan er eens kijken. Hier voor de regen. Kind zich op een driewieler krijgen. Die oude is dat. Vijf? Van de vorige week. Zeker, want er is nog vier jongen. Oh, dat was lekker steeds. Nou, ik had er van, hè. Leek, hier, want leek het me lang, is dat je niet niks ziet. Leek, heb ik er nog meer? Meer kinderen. Meer kinderen. Jenny. Oh, moet je leken om een danspoor. Als je al wie jaar is. We hadden er toen 17 die morgen, die rijden in verwachting uit van de bus omhoog. En die is gebleven toen het niet meer kost. Maar goed, we hebben nu drie kinderen gegeven. Hebben we ze op je één? Pas hier. Dan worden we er nog een paar weer. Trouwens is een heel makkelijk spelletje, nu de hoofd geen bang moeten zijn. Die moet alleen ons op een driewieler gezet hebben. Dus dat is heel makkelijk en een heel ludiek spel. Ja, hier hebben we Roy. Wie heeft zeker? Roy. Wie heeft zeker? Oh, Jelle, ze meentje. Oh, Jelle. Ja, nou goed, waarom? Jelle zou wel zien, maar goed. Dan moeten we er nog één hebben. We hebben Roy en Jelle. Nog één. Jeugd komen meentje tussen de 4 en de 6. Oh, dat is een kans. Dat kan zeker gelukkig hebben. Wie heeft zeker een Oh, Mickey, hoor, een chique namelijk. Heb je wel gehoord, ik ben je mondje verlaten, dat is goed. Ik heb bewaard hier ook. Goed, dames en heren, deze drie kandidaten, die krijgen dadelijk een driewielertje. En dan moeten ze met dat driewielertje moeten ze dan de zaal ingaan en dan moeten ze binnen 7 minuten 24 stropdassen verzamelen. Die komen ze met de fiets te halen en brengen die één voor één naar het podium. Dus geen 2 stropdassen tegelijk. Iedere keer moet je 1 stropdas, weet je wat dat is? Moet je om je tanden, bij de ogen. En allemaal mensen die een stropdas hebben, die moesten die stropdas aandoen of lood aandoen. En dan moet je met de fiets hier hebben. Goed. De fiets hier. Dus echt als nou, we hebben één kandidaat van 7 jaar, die heeft natuurlijk heel veel nog een gevoel. Daarom hier degene die in de stopbos metnemen, hoort je daar van de gaten nu. Want die moet je natuurlijk daar weer terug krijgen.
even doorkomen. Toen speelt er alleen nog maar bas. Hij begint al gestalte te krijgen. Oh, we hebben nog ruim 4 minuten. Ja, dames en heren. Hij heeft de bal ook wel. De chauffeur aan het onder. Het is wel niet te raar, dat is nog volgende uur. Nog 1 minuut, dames en heren.